Slijterij wil Shakil Ramcharan, onderdirecteur van de Ramcharan Slijterij, dezelfde rechten als supermarkten die ook alcoholische en niet-alcoholische drank verkopen. De supermarkten zijn open en verkopen die producten duurder, meent Ramcharan. De overheid moet nagaan hoe zij als slijterij toch hun producten aan de man kunnen brengen. Dus mijn mening is dat het klopt helemaal niet. En als ik nou ook kijk naar andere niet-essentiële bedrijven, zoals die mensen die bommen verkopen, vuurwerk en bandenzaken, die moeten eigenlijk nou ook gesloten zijn en klerenzaken. Nou, ik kan met andere maatregelen komen, bijvoorbeeld per slijterij een samenscholing van 5, niet meer dan 5 klanten tegelijkertijd in de winkel. En als je buiten moet wachten, buiten de slijterij, dat er een 2 meter afstand gehouden wordt. Dus als je kijkt naar, als hij daarop misschien wil letten, of die maatregelen daar wil stellen, dan gaat het wel lukken. Dan kunnen we allemaal ook open gaan, kunnen onze inkopen doen. We vinden het heel erg, omdat we ook producten hebben die vervallen. Stof, water, sap, kersbroek, koekjes, zijn allemaal gebonden aan vervaldatums. Dus als ik dat niet weg kan, ik heb ook heel veel partij besteld, heel veel voorraad, want alles was een tijdje schaars, dus we hebben van tevoren ingekocht. Wat nu gaat gebeuren, mijn producten gaan zitten die binnenkort ook vervallen. Je kan zeggen, tweede, derde week van januari. Dus hoe ik nu dicht moet zijn, dat betekent ook dat ik een andere uitweg moet zoeken in januari, wanneer ik weer open mag zijn. Of wanneer ik weer open mag zijn, moet ik weer een andere manier gaan zoeken om mijn producten snel van de hand te krijgen. En dat is wel heel jammer, omdat wij slijterijen niet veel winst maken. We werken echt met een kleine winstpercentage, zodat we de consument tegemoet kunnen komen. Ramcharan vindt dat de maatregelen voor een ieder moeten gelden. Niet alleen de slijterijen, maar ook de supermarkten moeten worden gecontroleerd. Als men controle doet, doe het goed. En ga niet alleen naar slijterijen, ga ook naar de supermarkten, die bijvoorbeeld de prijzen 10 maal de slijterijen verkopen. Dan begin daar en dan maak een vergelijking. En dan ga je ook wel zien dat de slijterijen wel open kunnen. Alleen om de consumenten te beschermen. Want dat wat de supermarkt doet, dat is vreselijk. Dat is heel erg. Shakil Ramcharan, onderdirecteur van Ramcharan Slijterij. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmiddag over de maatregel van de overheid om ook slijterijen gesloten te houden. Vanwege de stijging van het aantal COVID-19 gevallen.